Vanuit New York praat ik met Andries van Dalen. Hij is de directeur van RFS Holding. En dat is eigenlijk meer bekend als de eigenaar van Wekamp. Hij doet daar logistiek. En ik vroeg hem om een interview omdat hij een ongelooflijk logistiek centrum heeft gebouwd in Zwolle. In de afgelopen 3 jaar, wat in september geopend is door Prins Willem-Alexander. En waar in 30 minuten producten van de web van de klik naar het pakketje gaan. En ik was even benieuwd hoe dat hele proces is gegaan. Want ik vind dat toch wel een van de mooie projecten die in 2015 is afgeleverd. Andries, goedemiddag, goedemorgen voor mij. Eerst even over RFS Holding, dat bedrijf, dat kennen we als eigenaar van Wekamp. Wat zit er nog meer bij? Ja, onderdeel van RFS Holland Holding, want zo heet het officieel, is ook Vonk, gevestigd in Utrecht. Ja, zij verkopen allerlei mooie spullen voor in en om je huis. En ook Creative Fit uit Naarden. Elektronica, koffie, koffieapparatuur, koffie-espresso-machines. Dat zijn de twee grotere spelers binnen naast Wekamp natuurlijk onder de paraplu van RFS. Ja, en je had ook nog Lassant, hè, die financieringsmaatschappij. Want als je iets koopt bij Wekamp, dan kun je dat allemaal meteen laten financieren. Ja, dat kan. Die mogelijkheid bieden we. Je kunt natuurlijk contant betalen, je kunt via iDeal betalen, je kunt met je creditcard betalen. En als je besluit om wat langer over die betaling te doen, dan regelt Lassant verder de afhandeling voor ons. Zoals ze dat ook trouwens doen voor andere retailers. Ja, ja. En is dat 10% gebruikt dat? Of 20 of 50? Vroeger was het echt een heel groot percentage toen jullie nog een postorderbedrijf waren. Tegenwoordig is dat, neem ik aan, wat minder nu jullie aan iedereen leveren ongeveer. Ja, wij, als ik kijk naar onze nieuwe klanten die Wekamp weten te vinden, dan is zo'n 50% van die nieuwe klant bij Wekamp is onder de 35 jaar. Ja, dat zijn echt klanten die kiezen voor gemak, maar ook voor ons assortiment. En die maken wat minder gebruik van de uitgestelde betaling. En hoeveel procent dat is, dat blijft ons geheim. Oh ja, maar ik kan me van vroeger herinneren, het was in ieder geval een belangrijk, die renteinkomsten was een belangrijk, omdat de marges op de grote omzet zo klein zijn, was het die renteinkomsten waren een belangrijk gedeelte van de stroom. Is dat nog steeds zo? Wij zijn gelukkig met Lassant. Oké, goed. Wat is de omzet per jaar op het ogenblik van de hele Wekamp groep bij elkaar? We kijken naar onze omzetcijfers van het boekjaar 2014-15. Dan was dat 714 miljoen euro. 714 miljoen euro. En daarvan is Wekamp het overgrote gedeelte. Als je kijkt van, wat is jouw, even naar jouw achtergrond, van waar kom jij vandaan? Heb je een logistiek, commercieel, technisch, wat is jouw achtergrond? Ja, ik kom uit de commerciële achtergrond. Ik ben na mijn schooltijd stage gaan lopen bij Wekamp. Toen ben ik blijven hangen bij Wekamp. Dat heb ik 8 jaar gedaan. Ik ben toen 18 jaar weg geweest. En ik zeg wel eens gelukkig 18 jaar weg geweest. Want ik weet niet of het altijd goed is om 40 jaar bij een bedrijf te werken. Ja, het is heel loyaal, maar het is ook helemaal niet verkeerd om eens een keer ergens anders te kijken. Dus dat heb ik 18 jaar gedaan, onder andere bij Vroom & Dreesman gewerkt. En ik ben nu 14 jaar terug. En ik ben als directeur van Wekamp begonnen, commercieel. Toen de overstap gemaakt naar de holding, een combinatie van commercieel en logistiek. Ja, logistiek werd op een gegeven moment zo belangrijk voor ons. Wij moesten iets gaan doen. Dus 3,5 jaar geleden zijn we gaan nadenken over de toekomst van onze logistiek. En zijn we ook de eerste stappen gezet om dit nieuwe logistiek service center, zoals wij dat noemen, te gaan ontwikkelen. Ja, maar je hebt dus ook gewoon commercie gedaan en zeg maar alle aspecten van het bedrijf. Hoe belangrijk is nou eigenlijk commercie en assortiment voor een bedrijf als Wekamp? Wat zie jij als de essentiële krachten van wat bepaalt of een bedrijf het goed doet in deze online business? Nou, als je naar ons assortiment kijkt en je zet dat af tegen een aantal van onze collega's in Nederland. Hè, want wij zijn actief in Nederland en wij zijn sinds november vorig jaar ook begonnen in België. Maar onze grootste markt is natuurlijk Nederland. Hebben wij een heel breed assortiment. Wij hebben heel veel merken toegevoegd aan ons assortiment. Wij zijn al lang voor een heleboel retailers in Nederland zijn wij een soort alliantiepartij waarbij wij de logistieke afhandeling doen, de goederen op voorraad hebben, de producten ook via onze website verkopen. C&A is daar een voorbeeld van, Hunkemöller is daar een voorbeeld van. Zo hebben we dus een heleboel retailers aan ons weten te koppelen en ook een heleboel merken aan ons weten te koppelen. Met dat brede assortiment van Kinderspeen
tot ik weet niet waar aan toe, hebben wij dat hele brede assortiment en proberen we ook op die manier klanten aan ons lang bij ons vast te houden. En wat wij denk ik anders doen dan een heleboel van onze collega's, dat wij ook proberen om emotie toe te voegen aan het shoppen op internet. En wat bedoel ik daar nou mee? En ik leg dat meestal uit met een voorbeeld. Als je naar een winkel gaat en je gaat daar kleding kopen, dan vinden een heleboel mensen het prettig dat, als ik maar even van de mannen uitga, dat er een kostuum staat waar een overhemd bij is, waar een stropdas bij is, waar de goede sokken bij zijn en waar de goede schoenen bij zijn. Dan zie je dat heel veel mensen dat handig vinden om op die manier geholpen te worden. Hetzelfde geldt voor de inrichting van je huis. Je combineert een heleboel meubelen met accessoires, met vloerbedekking, alles bij elkaar. Voor mensen is dat een hulpje bij het selecteren. Nou, dat proberen wij dus ook op internet te doen. Meer dan een aantal van onze collega's die dat heel rationeel plaatje, praatje, prijs. Niets mis mee, maar wij proberen ons daarin te onderscheiden. Ja. Nou, maar als je dan kijkt met Coolblue, die heeft de meest geweldige video's waar mensen, de particulieren, die zijn de verkopers, die geven fantastische verhalen waarom dit echt een geweldig gadget is. Ze hebben honderden winkels, die zijn er ook echt bezig met emotie en enthousiasme dat er neer te zetten. Zei jij niet ook, dus iedereen probeert op zijn eigen manier om waarde toe te voegen aan de voorkant. Maar is de voorkant van het proces, jij bent nu heel erg bezig met de achterkant, heeft niet iedereen een beetje dezelfde producten en diensten en probeert die dan zeg maar op zo'n, is dat nou de werkelijke waarde van een bedrijf of is het ook meer die achterkant en die logistiek? Nee, ik denk wel dat het een combinatie van beide is. En vooral in productgroepen waar je op prijs haast niet kunt onderscheiden. En het bedrijf wat jij net noemde, dat is daar natuurlijk een voorbeeld van. Verkoopt producten die ook heel makkelijk ergens anders te vinden zijn. Hè? Dat heeft internet ons gebracht. Je kunt makkelijker, iedereen weet het type, niet, kan makkelijk vergelijken en gaat kijken waar is het artikel het goedkoopste. Maar dan gaat het wat ons betreft toch ook wel vooral om die achterkant, om die service, op een betrouwbare service. Hoe snel krijg ik het geleverd? Op wat voor manier kan ik betalen? Hoe snel zijn mijn retouren verwerkt? Al dat soort aspecten. Hoe snel is de levering? In wat voor tijdblokken krijg ik geleverd? Moet ik 3 uur wachten of 4 uur of 5 uur wachten tot die bezorger eens een keer komt? Is het als ik bestel wel duidelijk wanneer ik überhaupt mijn product krijg? Of wordt er gezegd dank voor uw bestelling en er wordt nog contact met u opgenomen wanneer we het bij u langs komen brengen? Ja, al dat soort aspecten en de zekerheid van dat logistieke proces is voor ons heel belangrijk. Ook reden dat we hier nu in een nieuw complex zitten. Ja, dus en jullie hebben dat een paar jaar geleden hebben jullie dat gestart. Waarom was dat? Was dat vanuit een visie van joh, logistiek is het allerbelangrijkste wat wij als product kunnen toevoegen? Want jullie hebben daar wel flink in de bus geblazen om daar dat nieuwe, wat ik nu achter je zie, zeg maar, dat logistieke centrum van 100 miljoen geloof ik, om daarin te investeren. In een moeilijke tijd toen. Dat was niet. Ja, toen was Nederland in de recessie. Ja, maar wij zagen wel dat de verwachtingen over het aandeel online in de totale retailbesteding, dat die nu zo'n 20% is. Ik gok even, want de cijfers van dit jaar zijn er natuurlijk nog. Maar dat het zo rond de 20% is, dat dat door zal groeien tot misschien wel 40-50%. Ja, en als je daarin gelooft, moet je wel zorgen dat je die achterkant voor elkaar hebt. Want dan kun je wel verkopen, maar als je je producten niet snel en goed bij de klant krijgt, ja, dan heeft verkopen geen zin, want dan laten ze je ook snel weer los. Dus dat was voor ons wel reden om te zeggen, ja, we gaan investeren. En dat doen we samen met, als ik even kijk naar het magazijn wat hier nu staat, grond en pand, een investering van 30 miljoen, is door een derde partij gedaan. En wij hebben als bedrijf 70 miljoen in alles wat erin staat geïnvesteerd. Nou, nog even, toen jij begon met dat logistieke centrum, toen heb je neem ik aan nagedacht over, moeten we dat zelf doen? Hoe gaan we dat aanpakken? Gaan we dat automatiseren? Kunnen we ons daar even doorheen nemen, door hoe zo'n proces nou begint? Hoeveel mensen, was het een groot team? Was het een groot team toen je begon? Nee, dat was een klein team. Dat was wel een dedicated team. Dat waren ongeveer 5 mensen, 2 specialisten ingehuurd, eentje op bouwen, op stenen en op beton. En eentje die zich vooral bezig hield met het aspect software, want dat is natuurlijk ook nog wel een belangrijk onderdeel in zo'n ontwikkeling. Ja, op de eerste plaats ga je kijken van wat kan ik zelf. We hebben 2 magazijnen op dit moment, eentje in Maurik, eentje in Dedemsvaart. 2 jaar geleden in Dedemsvaart of 3 jaar geleden in Dedemsvaart nog op 1 locatie, inmiddels op 9 locaties. Nou, mensen uit de logistiek hoef ik niet uit te leggen dat op 9 locaties werken
niet het meest efficiënt en het meest handig is. Dus dat was voor ons al snel reden om te zeggen van ja, we moeten echt iets gaan doen. Dan kun je nog steeds de afweging maken van wil ik dat zelf doen of wil ik dat uitbesteden, zoals een aantal van onze collega's dat ook uitbesteed hebben. Ja, wij hebben gezegd we willen dat zelf blijven doen omdat we ervaring hebben, omdat we de markt goed kennen, omdat we denken dat we dat efficiënt doen. Doordat we denken dat we een goed retourenproces hebben, hè, want we verkopen heel veel fashion. Ja, dat betekent dat er ook er moet gepast worden, dus er komen ook artikelen terug. Dus dat moet je goed regelen. We wilden naar same-day delivery, dat betekent tot de middag of rond de middag besteld. Dezelfde dag dat hele assortiment van meer dan 200.000 verschillende artikelen thuis kunnen krijgen. Ja, hebben we gezegd, we gaan dat zelf ontwikkelen. Ja, en dat is de reden dat we 3,5 jaar geleden begonnen zijn. En dan komen er nog een heleboel beslissprocessen van waar ga je dat dan doen? Hoe ga je die automatisering doen? Ja, maar dit was even de eerste stap om te zeggen van ja, we blijven het zelf doen. En we gaan zoiets laten ontwikkelen. Of ja, samen dus eigenlijk, ik vind het wel grappig, het retourproces. Iedereen denkt natuurlijk vooral hè, zo gauw mogelijk dat same day delivery, dat kon iedereen zien aankomen. Maar de ellende van een retourproces, dat het retourproces bijna net zo belangrijk is, zeker met fashion, als het deliveryproces. Wat zijn daar de geheimen van? Wat moet je daar doen om dat in de klauwen te krijgen en de prijs ook een beetje, ja, om dat niet gigantisch groot te laten worden? Ja, nou, je zegt het zelf al, de geheimen daarvan. Nou, dat laten we dan ook maar de geheimen. Maar iedereen kan zich natuurlijk wel voorstellen dat als jij, en daar doen we verder niet moeilijk over, dat je zo'n 30% van je zendingen terugkrijgt. Dan kunnen hier straks maximaal 200.000 artikelen op een dag versturen. En dan weet je dat je binnen 14 dagen van die dag er 60.000 terug. Ja, dus dat moet je gewoon goed regelen. En dan moet je al op het moment dat je gaat versturen, moet je dingen doen. Zodat als je die goederen terugkrijgt, dat heel snel kunt verwerken. En ja, dat is een handmatig proces. Want artikelen moeten gecontroleerd worden. Artikelen moeten opnieuw verpakt worden. Artikelen moeten opnieuw van stickers of wat dan ook worden voorzien. Maar is wel het, en dat vergeten maar mensen vaak. Het is 30% van je voorraad. Dus je wilt en die klant snel zijn geld teruggeven. Want de klant vindt het heel vervelend als hij iets teruggestuurd heeft. En hij ziet het na een paar dagen nog niet op zijn rekening gecrediteerd worden. Want dan denkt hij van, er is iets gebeurd onderweg. En het is onderdeel van je voorraad, dus we willen dat heel snel doen. En wij denken dat we met onze lange ervaring daar heel goed... Ik heb nergens waar ik ben wezen kijken toen we hiermee begonnen een ander proces of een beter proces kunnen vinden zoals wij dat op dit moment doen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Als je kijkt, je zegt, ik doe het, de core doe ik zelf. Wat doe je zelf en waar heb je partners in nu? Ja, wij doen, als ik kijk naar ons bedrijf, en dan kijk ik even naar de hele brede scope van het bedrijf, ook naar de manier hoe wij onze website ontwikkelen, hoe de software daarachter is georganiseerd, dat doen wij allemaal zelf. Als ik kijk naar de last mile, dus op het moment dat het pakje hier aan de deur klaar staat, hebben wij daar in dit geval vanuit Zwolle een partij voor DHL. En DHL zorgt ervoor dat die producten... op dit moment tot 11 uur 's avonds besteld, de volgende dag, of je moet een andere keus maken, bij de klant, of bij een servicepunt, of in hun eigen DHL parcelbox worden afgeleverd, zodat de klant daar kan afhalen of thuis bezorgd krijgt. Dus dat doen we met DHL. En dan zijn er nog andere grote partijen met wie je samenwerkt, die dat, die zeg maar bij helpen? Nee, als ik kijk naar verder ons logistieke proces niet. Ja, natuurlijk zijn wij door partijen geholpen. Als ik kijk hier naar dit nieuwe magazijn en ik kijk naar de inrichting. Als gezegd, we hebben daar 70 miljoen in geïnvesteerd. Nou, een heel groot deel is naar Oostenrijk gegaan. Naar een partij die KNAP heet. En KNAPP. Die hier met hun shuttle technologie. En met alle technologie die er in dit pand staat. Hebben wij gekocht bij KNAP. En zij hebben daar ook alle verantwoordelijkheid voor. Zij hebben hier een vast service team in het pand. En zij moeten ervoor zorgen dat we de performance gaan halen die we bij het begin van het contract hebben afgesproken. Ja, en dat waren die 200.000 pakketten en 60.000 zeg maar maximaal per dag terug. Een pakje maken binnen een half uur en er zijn nog een heleboel aspecten die we met elkaar hebben afgesproken. En die we nu aan het fine-tunen zijn, want we zijn inderdaad, onze koning heeft eind september het pand geopend. Toen zijn wij 2 weken daarna zijn wij echt gaan uitleveren. We moeten ook nog wat verhuizen, hè, want er liggen nog goederen in Deelumsvaart.
die moeten ook hier naartoe. Dus dat is ook nog wel een rijtje vrachtwagens die elke dag op en neer rijdt met goederen. Dus we zijn nu aan het verhuizen. Onze leveranciers komen hier nu goederen afleveren. En we zijn hier gewoon aan het pakjes maken. Het is hier een redelijk hectische bedoeling. En je kunt je voorstellen dat we ook nog wel nog aan het fine-tunen zijn. Ja, hoe is het gegaan? Je hebt net de kerstdagen overleefd. Je zit hier eigenlijk heel relaxed. Je hebt zelfs tijd om met mij te praten. Hoe is het gegaan, ja, deze periode? Ja, dat is als ik kijk naar de afgelopen oktober, november, december. Nou, 3 maanden. Laten we dat maar even meten, 12 weken. Zijn wij begonnen. Wij zijn klein begonnen met een laag volume. We zijn begonnen met een laag volume te verhuizen. Ja, dat zijn we op dit moment snel aan het opvoeren. En ja, we gaan al, zoals ik kijk, want het was natuurlijk een hele drukke dag afgelopen zondag. Hè, want de donderdag, de vrijdag, de zaterdag en de zondag konden mensen bestellen. Vanwege de kerstdagen, dat moest in 1 keer uitgeleverd worden. Ja, en dat was eigenlijk een soort van een vlekkeloze operatie. En dat, ik heb hier geen blank eikenhout, want daar klop je volgens mij op af. Dat hoop ik dat we dat volhouden. Want we hebben ook wel kleine problemen gehad die we op moesten lossen. En, ja, ja. Maar dat is haast nooit zo geweest. Ja, dat we uren stil lagen of dat we echt... We hebben lang getest. We hebben bewust gekozen ook om 4-5 maanden te testen voordat we überhaupt pakjes gingen uitleveren aan onze klant. Want we wilden niet dat die klant dupe werd van ons nieuw magazijn. Mm-hmm. Maar dat je geen dingen tegenkomt, ja, het zou een leugen zijn om dat te zeggen. Ja, we komen dingen tegen, maar ze zijn wel oplosbaar. En is nu, zeg maar, 50% van alle nieuwe pakjes uit het nieuwe magazijn gekomen? Of is het nu nog de oude magazijnen waar alles gebeurt? Zie je dat op het scherm achter mij of zo? Nee. Nou, het is toevallig is het ongeveer 50% wat we verhuisd hebben. Ja. Oké, 50%. En dat gaat nu binnen de 3 maanden, gaat dat naar 80%? Zeg ja, maar, wij hopen dat we dat, dat we eind januari, dat we krijgen ervaring met verhuizen, dus de volumes gaan omhoog, dat we eind januari alles verhuisd hebben. En dat we ons magazijn in Denemstraat echt gaan sluiten en ontruimen. Of andersom, eerst ontruimen en dan gaan sluiten. En dat we volledig vanuit Zwolle gaan leveren. Ja. Oké, in Q1 ben je klaar. Dan heb je alles opgeruimd en dan is het nieuwe magazijn werkend. Dan doe je hetzelfde, ja, zeg maar, maar dan misschien wat relaxter en met minder mensen dan daarvoor. Wat voor nieuwe producten, absoluut, en diensten ga je nou leveren, zeg maar, in 2016? Nou, de belangrijkste nieuwe service die we gaan leveren is same day delivery. Dat betekent dat we gaan beginnen met tot 12 uur besteld. 12 uur 's middags, hè, heb ik het dan over. En dat je dan die producten dezelfde avond thuis krijgt. Dat is het eerste wat we gaan, waar we gaan profiteren van dit nieuwe geautomatiseerde magazijn. En natuurlijk gaan we de kosten proberen omlaag te brengen. Gaan we het inderdaad met minder mensen doen. Als ik kijk naar het aantal mensen, alle mensen die nu werkzaam zijn in ons magazijn in Dedemsvaart, dat zijn er zo'n 200, 220, die gaan allemaal mee naar Zwolle. Maar wij werken in Dedemsvaart op dit moment ook nog met 450 tot 500 uitzendkrachten. Ja, daar gaan we drastisch op terug en zullen we nog zo'n 75 tot 80 om de shifts allemaal gevuld te krijgen van overhouden. Als ik zie dat we in Dedemsvaart nu met 110 mensen goederen pikken en dat doen we nu met maximaal 24 mensen in een nieuw magazijn. Ja, geeft dat al aan dat je in ieder geval per pik al 90 mensen kunt bezuinigen en dat je meer dan de dubbele hoeveelheid kunt pikken. Oké, maar je zegt inderdaad, het is ongeveer een derde van het aantal mensen wat je nodig hebt, maar je gebruikt vooral eigenlijk minder uitzendkrachten. Ja, en als ik dan kijk naar zo'n geautomatiseerd magazijn, is een belangrijk onderdeel, en dan komen we weer op die retouren, dat is niet geautomatiseerd, want dat blijft gecontroleerd moeten worden. Zie je straks dat als je hier in een shift, er zijn ongeveer 50% van de mensen actief met die retouren. Je ziet dat je vooral bij pikken en al dat soort dingen, dat soort processen, daar kun je erg met minder mensen doen. Ja, ik snap het. Oké, we krijgen dus same day delivery. Gaat dat mij als klant nog meer geld kosten of is dat dan een extra service die eraan komt? In eerste instantie gaan we dat voor hetzelfde tarief doen zoals het nu lijkt. Wat is dat bij jullie? Wat kost het delivery? 5,95 voor kleine pakketten. Voor 6 euro krijg ik het gewoon thuis bezorgd op dezelfde dag. Ja. Dat zijn nog eens klein. En is 6 dollar, 6 euro, kun je dit daar ook voor doen? Is dat een gesubsidieerd bedrag of is dat ook gewoon de kostprijs?
Ja, dat, nou ja, ja, het is maar net wat je natuurlijk in die 6 euro stopt. Kijk, als je de hele operatie hier van Zwolle en de vergoeding die wij betalen daarvoor een DHL erin stopt, weet ik niet of dat, of dat uit kan. Maar we denken wel dat, dat het logisch is dat je 5,95 aan de klant vraagt. Immers gaat de klant de stad in en moet je parkeren, kost dat ook geld. En een klant heeft sowieso in de gaten dat die bezorgkosten ergens in een prijs moeten zitten. Ja, dus wij zijn daar maar gewoon eerlijk en transparant over. Ja. Zijn er nog andere dingen waar je geld uit kunt verdienen? Dat, dat er minder fouten gemaakt worden? Of dat je sneller producten kunt introduceren? Of dat je sneller, ik weet niet wat... Je noemt er een aantal die kloppen. Je kunt, doordat wij natuurlijk ook de inbound stroom in ons magazijn verbeterd hebben, kun je met lagere voorraden toe. Nou, als je geen voorraad hebt, hoef je daar ook geen geld in te stoppen. Dus dat scheelt je ook weer. Dus dat is een voordeel. Het met minder mensen doen. Foutkans was bij ons al niet groot, maar die wordt ook nog iets kleiner. Dus je krijgt daardoor ook minder klachten van je klant. Je kunt het sneller doen. Ja, er zijn een groot aantal factoren. Je doet het goedkoper, omdat je het weer met minder mensen doet. Ja, er zijn een groot aantal factoren die eraan gaan bijdragen dat onze kosten zeker niet gaan stijgen. Nee, dat begrijp ik. Zijn er nog andere businessmodellen waar je aan denkt? Jij doet al webshops voor een heleboel retailers, zei je. Zijn er nog andere diensten die je gaat doen? Dat je ook logistieke diensten gaat providen, omdat dit magazijn misschien een overcapaciteit heeft? Op dit moment heeft dit magazijn een overcapaciteit, maar ik heb net al gezegd van het online aandeel binnen de retail nu 20% gaat doorgroeien naar 40%, misschien wel 50%, maar net welke cijfers je daarbij pakt. Zul je zien dat wij ook die overcapaciteit misschien, en ik hoop heel snel dat we geen overcapaciteit meer hebben, want dan groeien wij heel hard door. Je zou, en daar denken we absoluut niet over na, daar zijn we echt erewoord niet over aan het nadenken. Je zou kunnen denken dat je ook dienstverlening voor al zou het maar voor een van je dochterbedrijven zijn, zou kunnen toevoegen. Oh ja. Okay. Maar nogmaals, daar zijn we op dit moment zeker niet mee bezig. Laten we eerst dit tot volle wasdom brengen. Ja, als je nou kijkt van, jullie hebben nu echt alles zelf gedaan. Je hebt zelf je partner geselecteerd, gebouwd, gefinancierd, ingezet. Alle andere retailers van Nederland, die geloof ik niet hebben de ambitie, nor de mogelijkheden. Zie je ook partijen zoals DHL of zoals PostNL of andere die dit soort same-day delivery en magazijnen managen, dat gewoon als een service aanbieden of aan gaan bieden? Oh, die mogelijkheid die zou zeker bestaan. Kijk, als nu commerciële partijen dat kunnen aanbieden, waarom zou dan de partijen die je net noemt, PostNL, DHL, dat niet kunnen aanbieden? Dat zou misschien wel een hele logische stap kunnen zijn. Maar zie jij die trend al gebeuren of zie je dat in andere landen gebeuren? Je hebt overal naar gekeken. Ik zie die trend op dit moment niet ontstaan als je het hebt over deze partijen. En in het buitenland, zie je daar partijen die er echt hard aan werken? Ik ken ze niet, nee. Oké. Nee. Even dan over dus allerlei... Partijen zijn de logistieke dienstverleners die zoiets zouden gaan ontwikkelen. Pakjesvervoerders die zoiets zouden gaan ontwikkelen. Nee, ik ken ze niet. Maar je lacht er een beetje bij. Heb jij andere ideeën? Nou, nee. Ik kan me voorstellen dat jij, toen jij dat al 3,5 jaar hebt jij rondgekeken, waar mensen mee bezig zijn. Heb je Werner Vogels wel eens ontmoet van Amazon? Een Nederlander die daar alle techniek doet en die ook bezig is met dat soort processen? Ja, die heb ik ontmoet. Ja, vind je hun, is er iets aan wat zij doen wat je inspirerend vindt als bedrijf? Nee, kijk, als ik kijk naar, beperk ik mij even tot de logistiek, zie ik daar geen stappen die zij maken waarvan ik nu zeg, goh, dat hadden wij ook op die manier moeten doen. Nee. Nee. En er is ook geen andere partij in de wereld waar je van zegt, nou, je zit nu op een heel modern logistiek systeem en er is eigenlijk nog geen andere partij die je zegt, die heeft dat nou interessante nieuwe ontwikkelingen die ik ga overnemen of waar ik naar kijk. Nee,
Die zie ik op dit moment niet, maar weet je, wij roepen nu, we zijn het grootste geautomatiseerde magazijn voor e-commerce ter wereld. En dan hebben we het over de output. Ik denk dat dat op dit moment zo ook is. Maar ja, vaak ben je maar heel kort de snelste of de grootste of de beste. Dus dat kan snel ingehaald worden. Maar de technologie die wij hier hebben zitten en waar het in ons magazijn om gaat, is pikken van goederen. Hè? Het is niet sorteren. Ja, het is een beetje opslaan, maar het gaat om de snelheid en de nauwkeurigheid van het pikken van goederen. Ja, en daar hebben wij denk ik nu alles wat ik gezien heb. En ik heb hartstikke veel magazijnen gezien. Ik heb heel veel airmiles gespaard. Denk ik dat wij op dit moment daar met de shuttle technologie de modernste zijn. Oké. Een van de dingen waar hier in Amerika iedereen leuk vindt om over na te denken, zijn die drones die dan zeg maar in een kwart van de gevallen Amerikanen binnen 20 minuten van een product kunnen voorzien. Hoe kijk je tegen dat soort zaken aan? Ja, ik denk dat dat een ontwikkeling is die we zeker in de gaten moeten houden. En dat zeker een ontwikkeling is waar je misschien nog meer snelheid kunt halen. Maar ja, aan de andere kant, en dat is absoluut niet doemdenken, want ik ben hartstikke in voor iedere nieuwe ontwikkeling die er maar is. Maar ja, hoe gaan we dat files van drones in de lucht? Ja, ik zie dat nog niet zo voor me. Ja, dat je makkelijk medicijnen hier van Friesland naar de Waddeneilanden kunt vervoeren met een drone. Ja, dat begrijp ik allemaal wel. Maar al die drones boven de Kalverstraat, ja, ik weet niet of dat allemaal wel goed gaat. Oké, dat is nog geen prioriteit bij jullie. Dus, het is hier ook vooral, marketing en PR. Maar het geeft ontzettend leuke filmpjes. Dus wat dat betreft bij Wake Up nog niet in 2016. Nee, in 2016 niet. Nee, ik ben nu zelf bezig om zo'n ding gewoon privé te proberen te bedienen. En ik zie hoe moeilijk dat is. Dus om dan ook nog pakjes te gaan bezorgen, nee, dat gaan we in 2016. Ik ga nog even dooroefenen, zeg maar. En in ieder geval, als jij kijkt over retail in Nederland, dat iedereen zo, je zegt al, het is 20%, het gaat naar 40%. Zie je dat, wordt dat een ramp voor de binnensteden? Nou ja, Vincent, als je ziet wat er de afgelopen week gebeurd is, waar Vroom en Dreesman omvalt, waar DA omvalt, waar Macintosh problemen heeft met een groot aantal schoenenketens. Ja, dan lijkt het wel of er ineens iets gebeurt. En ik denk als je kijkt naar binnensteden en jij weet het als gemeente of wat dan ook als overheid niet voor elkaar te krijgen om je binnenstand, om beleving in je binnenstad te bieden, ja, dan wordt het wel heel erg moeilijk. En dan moet je als retailer natuurlijk ook wel beleving in je winkel en dan moet je ook wel veranderen. Maar als een stad geen beleving heeft, en ik noem vaak het voorbeeld van Zwolle, echt een stad met beleving, een fantastisch museum, op dit moment nummer 6 in Nederland, een boekhandel in een kerk die zijn weerga niet kent, op dit moment een ijsbeeldenfestival waar iedere dag iets van op tv is. Weet je, als je dat weet toe te voegen aan je stad, dan willen de mensen nog een goede treinverbinding nu vanuit het westen met de Hanselijn. Als je dat weet toe te voegen aan je stad, dan willen mensen nog wel komen en dan willen ze ook nog wel kopen, denk ik. Want dan lopen ze door zo'n stad en dan blijft er altijd wel wat hangen. Maar als jij niet heel actief bezig bent met je binnenstad, ja, is het best wel lastig. Nou ja, dan valt dus nu toch weer wat weg. Dus Zwolle is een mooi voorbeeld hoe het goed gaat. Wat is een voorbeeld van wat jij ziet, van wat nou niet zo'n beleving heeft? Ja, ik kom natuurlijk niet zo heel veel meer in binnensteden, maar ik denk dat, kijk, Zwolle is toch een provinciestad, maar wel een provinciehoofdstad, dus dat is natuurlijk best wel een redelijke stad. Nou, ik denk dat zoals, ik noem maar even hier, om hier in de omgeving te blijven, zo'n Almelo of Lelystad, of, nou, dat was al niks, maar dat wordt ook nooit wat, weet je. Ja, die hebben het moeilijk, dat is droevenis en treurnis ten top. Ja, en dan hebben ze heel makkelijk one click away, kunnen ze gewoon naar online en dan zeg je, doe me dat maar. Kijk, er wordt zelfs, er zijn cijfers 50%. Ik heb cijfers 50% online in 2025. Daarvoor hebben we de food mensen natuurlijk wel nodig. Kijk, als die food mensen, en ik zeg dan altijd, als de supermarkt het voor elkaar krijgen om het krop sla vers, het toiletpapier zacht en het ijsje bevroren bij de klant te krijgen in één pakje,
Ja, dan gaan we zeker naar die 50%. Maar dat is dan ook weer reden voor nog meer mensen om niet naar die stad te gaan. Dat ik niet meer naar de supermarkt hoef. Nou, dat is denk ik, als je kijkt naar winkelen, is dat, daar komen mensen nu denk ik één keer in de week gemiddeld. Als dat ook niet meer hoeft, ja, waarom zou ik dan naar de stad gaan? Ja, we hebben de afgelopen vijf jaar ben ik niet meer in de supermarkt geweest. Dus echt gewoon van, bij ons komt Albert Heijn gewoon op maandagochtend komt de boodschappen brengen. En ja. Dus ik heb echt geen enkele reden om daar nog gewoon voor de beleving of voor welke reden dan ook heen te gaan. Alleen als ik heel af en toe iets vergeet, dan wil ik nog wel eens een keer kijken. Maar dat gebeurt niet veel. Ja, maar beleving is ook, lekker op een terras zitten. En beleving is ook lekkere broodjes halen bij een goede bakker, weet je. Want dat vind ik ook een beetje, dat hoort ook bij beleving. Hè? Ja, maar dat ga je niet doen. Dat ga je niet doen als je naar een supermarkt gaat. Dan heb je gewoon een bak met boodschappen en die moet je daarna naar de auto terugsjouwen. En dan ga je daarna niet met al die toestanden weer op een terras zitten. Dus ik ga heel vaak op een terras zitten, dat doe ik heel graag. Maar ik... Ik bedoel, ja goed, ik kijk al lang niet meer lineair tv. Dat is al, ik lees al geen papieren boeken meer. Ik ben al, ik ga zo weinig mogelijk naar een bank. En ik kom nooit in een supermarkt. En de enige reden waarom ik nog in zo'n winkel kom, is omdat wij bij de natuurwinkel zitten. En die doet dat nog niet. Dus dan moet ik af en toe nog naar zo'n winkel toe. Ja, en ik woon dan in een gebied hier een beetje tussen Dalfsen en Heino, achter Zwolle. Ja, daar komt Albert Heijn dan nog niet bezorgen. Maar gaat dat gebeuren, ja, dan hoef ik ook niet meer op zaterdagmorgen om 8 uur meer bij die supermarkt te staan. Dus ja, dan gaat het nog veel sneller. Oké. Nou, Adriaan, dankjewel voor dit interview. Ik wens je heel veel succes. Ik kom het ook graag een keertje bekijken als er een keer de gelegenheid is. Als jullie een beetje altijd op stoom zijn. Welkom. Altijd welkom. Oké, dankjewel. Tot ziens.